Vergeleken met vorig jaar is het vernieuwen denk ik wederom een introductie van verschillende producten en diensten. Om te beginnen met de Rabobank opbouwhypotheek die we begin dit jaar hebben geïntroduceerd. Wat in mijn beleving echt een hoogstandje is geweest, omdat ik ben toch afhankelijk ook van wet en regelgeving. En op dat moment dat dat aangepast werd door de overheid, zijn we daar heel snel op ingesprongen. Een hele grote beweging is natuurlijk in deze nieuwe wereld van virtualisering. Hoe zorg je er nu voor dat je op verschillende plekken telkens als Rabobank daar ook aanwezig bent? De Rabobank.nl is inmiddels ook gelokaliseerd. We zijn natuurlijk een coöperatie en we willen ook onze lokale aanwezigheid en betrokkenheid in de omgeving van onze klanten gewoon nog beter invullen. Dus als je nu inlogt, dan log je niet meer in bij Rabobank.nl als klant, maar kom je bij jouw lokale bank terecht. Als Rabobank denk ik dat we de goede weg zijn ingeslagen al jarenlang geleden. Ik bedoel, de coöperatie bestaat inmiddels 110 jaar. En om continu te handelen in klantbelang en die levenslange financiële relatie aan te willen gaan, denk ik dat we heel succesvol zijn en ook zullen blijven. En als we dan die klantbehoeften centraal stellen en we beloven keer op keer en dat bewijzen we ook keer op keer, dan is het de klant die uiteindelijk voor ons kiest. En dat is de beste bewijsvoering dat we op de goede weg bezig zijn. We hebben als marketing hebben we onze ambitie ook weggeschreven, om het zo maar te zeggen, maar ook zeker gelinkt aan het strategisch kader. En in die zin is ook marketing ook richtinggevend voor de Rabobank. En als je dat kan doorgronden, wat een klant beweegt en wat die behoefte dan is, en die dan in te vullen, ja, dat is dan echt ondernemen. En ondernemen, ja, dat doe je met passie. En ondernemen doe je omdat je lef durft te tonen.